Er is erg, je kan dood aan gaan. Ik vind het heel zielig voor Larissa. En mijn moeder vond het ook zielig. Ik weet eigenlijk niet goed wat leuk om is. Ze was witjes. Ze moest ook een beetje huilen. Haar haar was uitgevallen. Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis. Ze moest in coma. Of ze krijgt chemokuren. En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in. Om die slechte kankercellen weg te krijgen. Ik vind zelf dat ze... ja, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het. Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste. Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.